De Supremes, Willem. Daar gaan we jou het van draaien, de Supremes. Harry heeft ouroene wieken oer Zweedse band, een folkband, en die hier een conceptalbum maken oer, nou ja, rond 1900 leuk, gingen er meer dan 1 miljoen Zweden naar Amerika. En dat gebeurde heel vaak in de geschiedenis, dat grote groepen mensen ergens anders heen gingen, omdat de situatie werd zo welkom heel min is. Dat gebeurde in Amerika ook om die tijd heen. En de zwarte Amerikaan uit het zuiden van de Verenigde Staten ging begin vorige eeuw massaal naar het noorden toe. Neem nou bijvoorbeeld Detroit. In Detroit ver 600-voudigde het tal zwarte inwoners. Dat is meer dan 600% verdubbeling van de zwarte inwoners tussen 1910 en 1920 in Detroit. Detroit is vooral bekend als de stad van de Amerikaanse auto-industrie. Ford, General Motors, Chrysler. In Tjentwurg gaat het heel min met Detroit. Het is een spookstad om het worden. Het hoogtepunt van Detroit wie denk ik de jaren 60. Toen wie ik de tijd van Motown. Motown, motorstad, motorstad, Motown. Wie de afkorting van Detroit, maar wie ik het plaatlabel van Barry Gordy. En hij het toen Motown. Juist, dan hij het hoe de Supremes. En daar wil ik nog graag een plaatje van draaien. Welke zullen we dan, Willem? Ik zou zeggen Baby Love. The Supremes. Fantastische muziek. Once again, my love, feel your